Dit wordt echt een ding. Maar als we dit weten te halen, als we dit wel weten te halen, jongens, dan heb ik er vertrouwen in dat we de rest ook kunnen halen. Volgens mij is dit echt de moeilijkste battle in deze hele game. Nintendo fans, super top dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Ben je nog niet bij de Rick and Joe Army gekomen? Druk even op die rode abonneerknop hier beneden. En dan gaan we snel beginnen met de video. En dit is misschien wel de allermoeilijkste battle uit deze hele playthrough. Ik moet namelijk gaan battelen met Nessa. En Nessa heeft alleen maar water-Pokémon. De eerste keer dat ik met haar moest battelen in haar gym was het al super moeilijk. En nu moeten we op de Pokémon kampioenschappen ook tegen haar gaan battelen. Ik wil niet tegen Nessa. Ik wil niet tegen Nessa met haar vuur-Pokémon. Ik bedoel met haar water-Pokémon tegen mijn vuur-Pokémon. Dit wordt onwijs moeilijk. Dit wordt echt een ding. Maar als we dit weten te halen, als we dit wel weten te halen, jongens, dan heb ik er vertrouwen in dat we de rest ook kunnen halen. Volgens mij is dit echt de moeilijkste battle in deze hele game. Oké, let's go. Don, jij mag als allereerste. Je hebt een 4 times weakness tegen water-Pokémon, maar je mag alsnog als eerste. Want jij moet met Stealth Rock eventjes wat dingetjes neer gaan leggen, wat spijkers neer gaan leggen in het battlefield, zodat elke Pokémon van Nessa gelijk damage krijgt als ze in deze battle komen. Zij begint met Sword Dance. Dat vind ik op zich helemaal top. Alhoewel, helemaal top. Zijn attack gaat omhoog. Mijn Rock Blast zou super effectief moeten zijn tegen deze Golisso pot. Dus hopelijk gaan wij hem gewoon gelijk 5 keer raken. Ja, nee, maar 2 keer. Oh, nee. Oh, nee. Ja, hier moet ik dus een beetje geluk mee hebben. En ik heb nu dus pech. Liquidation. Oh my god. En het is gelijk al helemaal klaar. Golisso pot is wel burned. Ik had heel erg gehoopt dat dit veel meer pijn zou gaan doen, deze Rock Blast. Ik had deze Pokémon veel langer nodig. Don, ik kan je niet missen, man. Oké, Pelipper nu. Ik had namelijk ook gewoon de Rock-type moves van Don nodig tegen Pelipper. Oké, Bardo, jij bent de volgende, jongen. Ik wil dit niet. Er is al 1 Pokémon van mij down. Pelipper heeft op zich best wel damage gepakt. En ik ga gewoon keihard crunchen. Ik weet dat crunch best wel pijn doet. Ik denk, ja, dat is op zich wel een goede aanval. Hij doet Tailwind. Oh nee, dat is ook niet echt handig misschien. Oh, ik weet eigenlijk niet wat Tailwind is. Betekent dat zij nu altijd sneller zijn? Volgens mij is dat het ding. Volgens mij zijn de Pokémon van mijn tegenstanders nu standaard sneller. Hij doet Roost om zijn HP terug te winnen. Heel slim, Nessa. Heel slim. Ik doe nog een keer Crunch. Dan is weer meer van de helft van zijn HP kapot. Ja, nee, oké. Pelipper gaat echt volledig op defense zitten. Oké. Nu regent het wel, waardoor de wateraanvallen sterker zijn. En ik weet niet zo goed of dat de hele tijd zo blijft. Of dat het op een gegeven moment weer weggaat als Pelipper straks uit de battle is. Nu doet hij waterpuls. Ja, ik heb een, denk ik, best wel een groot probleempje, jongens. Ik heb best wel een groot probleempje. Ik doe gewoon weer crunch. Wat gaan jullie... Oké. De regen die stopt in ieder geval. Dat is nice. Ik ga er in ieder geval voor proberen te zorgen dat Bardo blijft leven. Want het is nu zo dat de watermoves geen extra damage meer doen, omdat het regen dus is opgehouden. Misschien kan ik nu 2 klapjes overleven. Ja, kijk, Nessa gaat ook volledig op de restore. Pelipper is weer helemaal vol qua health. Oké. Dit zou best wel eens een hele lange battle kunnen worden, jongens. Ik ben nu ook weer sneller, dus dat is nice. Ik heb 3 keer nodig om hem te kunnen verslaan. Ah, nu gaat hij weer Tailwind doen, wat betekent dat zij weer sneller zijn dan ik. Oké, nu gaat hij voor Air Slash. Die gaat natuurlijk ook pijn doen. Ja, die is ook super effective. Ik ga gewoon volledig op Crunch. Ik hoop dat dit gaat lukken. Ik hoop dat ik 1 aanval van hun kan overleven. Nessa blijft maar op Roost gaan doorgaan, jongens. Elke keer krijgt ze dus de helft van de HP van haar Pelipper terug. Ja, nu blijft ze ermee doorgaan. Ik weet niet hoe vaak ze Roost kan doen met Pelipper, maar dit is best wel irritant. Duurt lang. Oké, ik heb nu zijn defense naar beneden. Dat is lekker. Ik ben nu ook weer sneller. Misschien dat dit kan lukken. Zijn defense is naar beneden. Ik ben sneller. Hebben we hem? Oeh, ja, lekker. Oké, we hebben Pelipper down. Dat is chill. Wilbo gaat een leveltje omhoog. En nu moeten we weer tegen Golisopod. Ik ben sowieso sneller dan Golisopod. En flying type moves zijn super effective tegen Golisopod. Dus misschien kan ik dit fixen met Bounce. Misschien. Ik twijfel wel een beetje, hoor. Want Bounce is op zich niet super sterk. Hij is burned. Oké. Ah, kijk. En hij krijgt nu natuurlijk damage. Nice. Dat is natuurlijk doordat ik mijn Don Stealth Rock heb gebruikt. Ik ga gewoon Bounce doen. Dan word ik sowieso niet geraakt. Hij is burned, dus hij krijgt sowieso damage. Bounce duurt volgens mij 2 beurten. Of duurt het 1 beurt? Het is
hetzelfde als Fly volgens mij. Ja, kijk, hij doet Sword Dance. Daarmee gaat zijn attack omhoog. Hij is wel burnt, maar deze tweede Pokémon hebben we ook gewoon verslagen, jongens. Dat kunnen we wel zeggen. Als we Bounce tenminste niet missen nu. Nee, we raken Bounce. Oké, okay, Golisopod is ook klaar. Ik heb twee Pokémon down van Nessa. Nog drie te gaan, jongens. Oké, okay, even goed nadenken. Bardo is een leveltje omhoog nu. Nu gaat ze een Barrascoda inzetten. En daar heb ik geen goede counter voor, jongens. Ik laat het denk even bij Ronald. Ronald mag dit gaan proberen op te lossen. Barrascoda krijgt natuurlijk damage. Ik weet dat mijn Pyro Ball attack natuurlijk niet very effective is. Maar hij is alsnog wel sterk. En het voordeel van Ronald is dat hij ook gewoon sneller is. Holy crap! Not very effective. En we slopen Barrascoda alsnog. Hoe dan? Oké, deze zag ik echt niet aankomen. Kunnen we datzelfde trucje bij Seeking flikken dan? Oh, dat zou super chill zijn. Seeking heeft natuurlijk ook damage. Oh man, ik had dat niet verwacht, jongen, met die Barrascoda. Dat we die gewoon zouden slopen met Pyro Ball. Laten we dit nog een keer proberen met Seeking. Come on. Oh, snap, die Pyro Ball attack is helemaal gek. Dit was een critical hit. We hebben geluk. Holy moly, jongens. Oh, dit is super nice. Oké, nu krijgen we Dreadnought. Ik ga mijn Pokémon switchen. En ik ga switchen naar Thomas. Ik ga namelijk proberen om die Dreadnought te burnen. Thomas heeft de ability Flame Body. Dus als Dreadnought een physical attack doet op mij, kan die burnt raken. Maar ik ga ook Will-O-Wisp gebruiken. En met Will-O-Wisp kan ik hem ook burnen. Dus oké, laten we een beetje op safe gaan. Hopelijk krijg ik Dreadnought geburnt. Dreadnought gaat sowieso Dynamaxen. Oké, daar is die. Dreadnought, level 53. Nogmaals, die gaat sowieso Dynamaxen. Hij heeft al damage gekregen. Ik ga Will-O-Wisp doen. Maar Nessa is wel sneller. Dus ik denk dat ik dit niet ga overleven. Ik denk dat Thomas kapot gaat. Oh, snap. Oké, daar is G-Max Dreadnought, jongens. Dreadnought zal nog wel eens voor problemen kunnen gaan zorgen. Oh, ik ben wel sneller. Omdat ik natuurlijk niet Dynamax, laat hij de animatie van Dreadnought sowieso eerder zien dan dat ik iets kan doen. Nice, oké. Dreadnought is in ieder geval geburnt. Hij doet G-Max Stone Search. En dat gaat sowieso een probleem zijn. Want al mijn Pokémon die nu in de battlefield gaan, die gaan ook damage krijgen door de Stone Surge. Hier, nu zijn de stenen om mijn team heen gekomen. Oké, maar ik ben de sneller als het goed is. Dus ik kan gewoon Hex doen. Oké, nice. Dat doet in ieder geval... Oh, we gaan dit winnen, jongens. We gaan dit winnen. Dit gaat helemaal goed komen. Dit gaat helemaal... Thomas is down. Thomas, ik ben trots op je, man. Je hebt het supergoed gedaan, Chandler. Jij hebt deze battle sowieso een heel eind verder gebracht. Helaas is hij nu wel down. Maar Dreadnought is gewoon burned. Ik ga dit fixen met Ronald. Ik ga dit gewoon fixen met Ronald. Ronald krijgt wel flink damage natuurlijk. Door de steentjes die nu overal liggen. Ja, en dat doet ook heel veel damage gewoon op mij. Als Chandler sneller is, is Cinderace sowieso sneller. Dus ik denk dat we het eigenlijk met deze Pyro Ball wel kunnen fixen. Ik denk dat het nu klaar is. Ik denk... Dat was iets te overmoedig, jongens. Dit was iets te overmoedig. Misschien had ik toch moeten Dynamaxen. Oh, Ronald overleeft het gewoon. Oké, jongens. Dreadnought, hij is back in zijn normale vorm. Nessa, nu alsjeblieft geen Full Restore gebruiken, hè. Dat word ik gek, dat word ik gek. We gaan het met Double Kick doen, jongens. Double Kick is super effective. Dit moet het einde zijn van Dreadnought. Het is het einde van Dreadnought. We hebben Nessa gewoon in één keer verslagen. Holy moly, dit had ik nooit verwacht. Ik dacht dat dit echt een stuk moeilijker zou gaan zijn. Maar we verslaan Nessa met haar waterteam gewoon keihard. Holy crap, jongens. Dat dit zo lukt. Ronald groeit ondertussen alweer naar level 60, maar liefst. Ja, we hebben het gewoon gedaan, jongens. We hebben het gewoon gedaan. Dan kan ik nu even ademhalen voor de vraag van de dag. Animal Crossing komt uit, jongens. Willen jullie Animal Crossing video's? Ik ben heel erg benieuwd. Laat het me weten in de comments. Animal Crossing hype. Ja, we hebben het gewoon gefixt. Ik had het echt niet verwacht. Ik dacht dat dit een stuk moeilijker zou worden. Het viel me nog best wel mee. Of hebben we dit gewoon goed gespeeld? Dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat we dit sowieso wel goed hebben gespeeld. En nu mogen we tegen Alistair met Ghost-type Pokémon. Oké, let's go. De tweede battle, jongens. Tegen Alistair. Ik ga weer een klein beetje dezelfde tactiek, denk ik, toepassen. Moeten wel echt heel erg uitkijken voor de special attack van de tegenstanders. Natuurlijk, die Ghost-type Pokémon hebben onwijs goede special attack. En waarschijnlijk ook hoge special defense. Dus we moeten gaan proberen om zijn kaart uit te gaan schakelen met normale attacks, met physical attacks. Want vaak is de defense van Ghost-type Pokémon wel wat minder. Oké, Alistair, come on. Je staat niet voor niks op deze plek, vriend. Waarschijnlijk ben je gewoon een hartstikke goede Pokémon trainer. Hij begint met een Dusknoir. En ik begin weer met Don. En ik begin natuurlijk met Don, omdat ik weer Stealth Rock in het begin wil gebruiken. Dusknoir doet Rock Tomb. Dat is gewoon, ja, wel super effective. Maar op zich kunnen we dit wel prima overleven. Ik ben alleen wel nog langzamer geworden, dus dat is jammer. Hier, Stealth Rock, zodat ik al je Pokémon damage als jij ze in de battlefield gooit. En dan ga ik denk ik maar Rock Blast doen of zo. Dus maar doe Disable. Dan is mijn Stealth Rock disabled volgens mij. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Die moet je toch maar één keer per battle gebruiken. Dus dat is dik prima. Hier, Rock Blast. Even kijken hoe vaak we hem kunnen raken.
Nu in ieder geval vast 3 keer. Dat is nice. Oké, 4 keer. Lekker. En dan ga ik nu denk ik even door met Incinerate. Even kijken wat Incinerate doet. Hij doet Shadow Punch. Dat vind ik dikke prima. Dan krijgt hij ook damage door mijn Rocky Helmet. Dat vind ik helemaal goed, jongen. Helemaal goed. Hier, Incinerate. Nou, hij is bijna down. Ik ga nog een keertje Rock Blast doen, want misschien gaat hij wel een full restore geven of zo. Hij doet Thunder Punch. Oké, that's not very effective. Hij probeert van alles en nog wat, maar hij sloopt zichzelf. Hoppakee, Dusknoir is weg. Pokémon nummer 1 van Alistair is down. Heerlijk. En Don groeit naar level 57. Dan krijgen we nu Cursola en ik denk dat Bardo met Crunch, net als in de vorige battle, hier heel veel tegen kan doen. Crunch is namelijk super effective op Cursola en dit zou eigenlijk gewoon moeten lukken. Ook Cursola heeft natuurlijk weer wat damage gekregen en let's go. Laten we kijken of dit goed gaat. Ja, dit gaat prima. Het is natuurlijk ook een physical attack en nogmaals, de defense van Ghost-type Pokémon is vaak niet al te best. Dus ja, met Crunch maak je gewoon echt een hele goede kans in deze battle. Nu, Chandler. En dan switch ik weer even terug naar Don. Omdat Chandler waarschijnlijk ook Fire-type moves kent. En dat natuurlijk helemaal niet effectief is op Don. Hoppakee, hoi Chandler. Pak jij ook even lekker wat damage, jongen. Rock Blast is natuurlijk dan ook super effective tegen Chandler. Chandler doet Shadow Ball. Ik denk dat ik dat op zich wel kan hebben. Ja hoor. Lekker bezig, Don. Don is wel een heerlijke tank in deze battles, echt. Man. Lekker hoor. Rock Blast. Super effective. En als het een beetje meestert, hebben we Chandler nu ook verslagen. Ja hoor. Oké. Dit gaat super chill. Lekker hoor. Oh man. Ik was super zenuwachtig voor deze video. Ik had echt zoiets van, gaan we dit allemaal wel redden? Gaat dit goed komen? Of moet ik dit 100 keer opnieuw gaan doen? Maar tot nu toe gaat het eigenlijk super goed. Dan nu. Poltergeist. En daarvoor switch ik weer terug naar Bardo met Crunch natuurlijk. Ik denk dat dit hetzelfde recept is als net toen we tegen Cursola moesten. Ik verwacht niet al te veel problemen. Hoor, als ik heel eerlijk ben met Poltergeist. Ik ben ook gewoon lekker sneller, dus dat is super chill. Ja, oké, dit gaat ook in één keer goed. Ja, Alistair, sorry man, maar je bent no match op dit moment. Je hebt nog 1 Pokémon over. Bardo groeit naar level 55. En die laatste Pokémon van Alistair is Gengar. Ja hoor, daar is die. Level 54 Gengar. Wij gaan ook even gewoon gelijk Dynamaxen en Max Darkness op zijn bakken gooien. Oké, zo te zien is Gengar wel sneller. Ik ben benieuwd waar Gengar dan mee gaat komen. Alistair, je gaat nu geen gekke dingen doen, hè? Kijk hem, daar is hij weer met zijn Gengar. Dit is zo weird. Gengar heeft zo'n grote back gekregen opeens, joh. Maar Alistair, wel even normaal doen, hè? Nou, niet opeens al mijn Pokémon gaan uitschakelen, vriend. Misschien had ik beter een andere Pokémon kunnen Dynamaxen. Want ja, die Gengar is dus blijkbaar toch sneller dan Bardo. En daar is die, onze Bardo. Hij doet ook Max Darkness. Yep. Oké. Daar heb je er wel minimaal 3 van nodig om mij te verslaan. Mijn special defense alleen wel naar beneden nu. Dat is minder. Nou, ik doe ook Max Darkness. Want dat hoort super effective te zijn op Gengar. En hij is down. Oh man, ik had echt niet verwacht dat dit zo makkelijk zou gaan als dat het gaat. Hij heeft gewoon geen 1 Pokémon down van mij. Nessa had tenminste nog Pokémon down van mij. Maar hey, Alistair, come on man. Step up your game, man. Ja, we hebben gewonnen. En dan moeten we nog 1 battle tot we tegen de kampioen moeten. En dat is tegen Ryan. En dat is een Pierce en Marnie. Pierce heeft helaas toch verloren van Ryan. Ja, Pierce wil ook niet Dynamaxen. Dus ja, dan wordt het sowieso misschien wel lastig. Pierce en Marnie zijn nu voor mij. En dat vind ik heel tof om te horen. En dus moeten we alleen nog de battle tegen Ryan. En dat gaan we doen in de volgende aflevering. Doe even een blauw duimpje omhoog en laat mij weten of je video's wilt over Animal Crossing. Aanstaande zaterdag ga ik de game streamen op twitch.tv/rickatu. Dus kom ook zeker daar kijken als je Animal Crossing wil zien. Abonneer op dit kanaal voor meer Nintendo video's. Dan zie ik jou bij de volgende video of op Twitch of op Insta of Twitter, want dan mag je me ook volgen. In ieder geval, tot later. Mazzel!